Hoeveel hoor jij nog? Yo, ik ben Job, 18 jaar en ik ben dood. Hallo, ik ben Calvijn. Ik ben Nina. En dit is onze cover Blauwe Dag van Suzanne en Freek. Oké. Blauwe dag, als het donker. Blijkbaar in Amsterdam is het tegenwoordig zo dat je je bier moet vasthouden met je uit. Nee, maar je moet je bier vasthouden. Anders komen gasten, toeristen komen langslopen die jatten je bier. Het maakt niet uit. Pak het vast. Straks komen ze langslopen en dan jatten ze het letterlijk. Het maakt niet uit. Met je, kijk, dat bedoel ik dus. Dat bedoel ik dus. We zijn onderweg naar het stadion van Excelsior omdat we daar de man himself Touzani gaan meeten. Ik heb Touzani gevraagd om een video te maken voor op mijn kanaal waarin hij een trickshot gaat doen die praktisch onmogelijk is. Maar stiekem gaan we wat anders doen. Ik heb namelijk Quinten meegenomen en Quinten is de allerslechtste voetballer die ik ken. Hockey! Het doel van vandaag is eigenlijk om ervoor te zorgen dat Quinten een panna gaat maken bij Touzani. Fuck a kels in the gel. Hey. Weet je wat de bedoeling is? Je gaat je eerste fazant ooit jagen met een voetbal. Vogel gaat er bovenop en dan ga jij vanaf de middenlijn denk ik. Marco, ja. We zijn hier vandaag om Soef een trickshot te laten nemen. Maar het echte doel van vandaag is om ervoor te zorgen dat Quinten panna kan maken bij Touzani. Het hoogst haalbare wat er is. Dus mijn vraag is, wil je een kleine tip geven wanneer je het beste zou kunnen doen? Op het moment dat je staat te kletsen met hem misschien, dat hij dan even niet oplet. Okay. Want hij heeft Soef eigenlijk wel ogen in zijn rug ook hoor. Ja? Ja. Wacht even, shot. Jullie gaan ook iets geks doen, dat gevoel heb ik zeg maar. Hoezo? Waarom sta je? Nee, Quinten. Wat gaat Quinten doen? Maar je gaat hem neerleggen, dat mag niet. Oké. Je probeert het niet. Ik deed één poging, maar nee, je probeert het niet eens. Hey. Wauw, man. Oké. Okay. Oh. Dat was hamstring. Na het schieten kijk naar de bal. Dan is hij kijk en dan kan je het doen. De contentdruk is hoog. Man. Nee, man, go. Nee, joh. Ik doe ook zeker een duik omhoog. Die ook nog even. Wauw. Als hij gaat staan waar ik altijd sta, hij staat de hele tijd met zijn benen uit. De hele tijd. Wat mooi was, hij stond gewoon echt ook gewoon een paar seconden zo te kijken naar die bal. Ja. En ik denk, nou. Nah. Ja, die is vast. Hij is echt een pro. Eerlijk, hij staat steeds net niet wijd genoeg om voor een bal. Na 2 uur wist ik dat het Quinten nooit ging lukken, dus besloot ik Touzani bij te praten. Quinten probeert jou al 2 uur lang te paneren. Is dat het hele ding? Ga even met je benen wijst staan. Wauw. Ik ga de Cristiano Ronaldo. Ik moet niet verwachten dat wij dit heel erg serieus gaan nemen. Jongens, dit hebben jullie afgedaan. Jongens, ja, het was net al klaar. Ik vind het gewoon erger dat ik geflasht ben dan dat ik die vogel niet heb geraakt. Als je categorie slechte voetballer bent, je staat gewoon in de min bij slechte voetballers, bro. Schaal van 1 tot 10, hoe spannend is dit? Fuck dat, man. Gewoon letterlijk erger dan mijn eindexamen. Ik zit dus deze video te kijken van Do Perfect met van die trickshots. En ik heb dus het idee dat die trickshots nooit in één keer goed gaan. Dus ik ga het gewoon even testen, denk ik. Nou, daar gaan we. De tweede. Nou, als deze in één keer goed gaat, dan... Dit kan toch niet in één keer? Ik zweer het je, het is helemaal niet zo moeilijk. Kijk maar. Snap je? Ik ben onderweg naar mijn producer Mick Speck. We gaan namelijk iets bijzonders doen. Een aantal weken geleden kreeg ik een mailtje van ene Job. En Job wil muziek maken. Raps maken. Maar ik dacht, fuck it. Laten we Job zijn droom gewoon waarmaken. En daarom ben ik nu onderweg naar de studio. Oh ja, en nog iets wat ik niet moet vergeten. Job is bijna doof. Jij bent Job.
dat ben ik. Je mailde mij en je dacht... Ik vind het gewoon fucking leuk om het te doen. Nou, gruwelijk toch? Ja. Mocht je je afvragen, hoe kan je mij verstaan? Dit is mevrouw de tolk, ze doen het hartstikke goed. De kijkers vragen zich natuurlijk af, hoeveel hoor jij nog? Vroeger kon ik praten en dan hoor ik 30-40% met zo'n filters. Maar nu heb ik een serie gekregen, nu kan ik 90% horen. Oh, sick hé. Dus iets van veel, ja. Mick heeft een beat gemaakt als het goed is. En dan gaan we er gewoon mee aan de slag. Let's go. Als ik een beat aanzet, dan kun je dat gewoon horen. Dat kan ik wel horen. En dus je hebt gewoon ritmegevoel, zeg maar. Je kan gewoon... Oh, ja. Dat maakt het wel een stukje makkelijker. Ja, echt super chill. Maar ik ben blij dat ik mijn best heb gedaan. Ik had net iets dat van gewoon test. Ja. En een piepgeluid ook bij. Kun je een beat maken van een hoortestpiep? Gaan we doen. Joop, je hebt een tekst. Het is tijd voor je verse. Even een hoortest doen. Luister even heel goed. Maar zij doet het goed. Ik ben dood en normaal. En zo'n auto praten aan. Ik ben helemaal blij mee. Ja, ben je blij mee? Tuurlijk. Ja, dat zeker. Mag ik een featuring op jouw track? Oh, dat mag. Nice. Eventjes die hoortest doen, checken of mijn drom of wie ze doet. Gelukkig hebben we autotune. De tune staat. We hebben het gedaan. Of niet dan, Job? Ja. We moeten alleen een videoclipje maken. Welkom bij de online hoortest van Beter Horen. Voor een betrouwbare uitslag adviseren we u om een hoofdtelefoon of... Yo, ik ben Job, 18 jaar en ik ben doof. Hey, even je hoortest doen. Luister even heel goed. Even je hoortest doen. Luister even heel goed. Ik ben dood normaal, zo'n auto praat aan het. Amsterdam is niet mijn stad. Ik ben doof, maar hang mijn rabbit aan. En mij zei je doet het goed. Ik maar is godin van de kapagetaal. Niemand mag haar vervangen. Piet, kon niet in de stuurt haar plek. Welkom. Ik heb een nieuwe test doen. Klikken op die knop wanneer het moet. Eventjes nieuwe test doen. Checken of het allemaal wie ze doet. Ik ben met Job, rapper in de top. Ja hoor. Die kunnen horen en alsnog. Inderdaad. Zonder koptelefoon op en met de C aan zijn kop. Zet die de hele wereld even op zijn kop. Met of zonder oren zal hij moeten uitmaken. Nee, nee. Het is de bas die je voelt, laat me even uitpraten. Oh. Het is maar goed dat dit vertaald wordt. Hey, vertaal het even dan. Maar hoor je mij op deze fluit blazen? Ik heb een nieuwe test doen.